Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is uw gastheer, Jack Spijkerman. Ja. Vanavond met Peter Heerschop. Yo. Oké. Dankjewel. Dankjewel, goedenavond. Hartelijk welkom bij Kopspijkers. Peter, ook welkom. Je popelt, want je hebt natuurlijk weer iets meegenomen. Ja, dat moest van jou en dat doe ik ook graag. Ik heb een heel goed nieuws voor de werkende moeder. Want? Nou, werkende moeders die voelen zich altijd heel schuldig dat ze niet thuis zijn als een kind uit school komt. Maar er staat hier dat kinderen van werkende moeders, die zijn juist zelfstandiger. Die voelen minder de druk van een moeder die er altijd is. Dus het is juist goed als je wel werkt. Kun je dat een beetje voorstellen? Nee, daar snap ik niks van. Daar snap je niks van. Zullen we dat eventjes een beetje oefenen? Ik laat het even zien. Ik ben even jouw moeder en jij komt thuis. Is goed. Ja? Dus je komt net uit school. Was je op school? Ja. Willen we drinken? Ja, graag. Kopje een cola. Thee? Een colaatje? Ja. We hebben ook Fanta. Nee, maar cola is of Sissi. Of Cassis. Nee, doe maar een kopje thee, hè? Doe maar een cola, man. Toch maar een kopje thee? Ja, thee. Ook goed. Welke smaak? Aardbei? Dat doet er niet toe, man. Nee, gewoon een kopje thee. Wil je wat eten? Nee. Gevulde koek? Ja, lekker. Doe een kopje... Of doe er een lekkere roze koek bij. God, als zeikwijf. Had ik... Tegen je moeder. Zeg je niet tegen je moeder. Gek geworden. Je hebt gelijk. Je kan beter een werkende moeder hebben, ja. Nee, ik ben idioot. Nou, snap je dat het is goed nieuws dus. Ja. En wat is dit lekker om te doen, zeg. Ja. Goed, nou, dan gaan we nu naar wat u ons zo vindt in de media. Jouw ene oor is iets groter nu. Een halve dombo. Je slaat uit het hart, man. Ja. Ik hoop dat jij een werkende vader bent voor je dochter. Goed, we gaan naar... We gaan naar wat u ons opviel in de media. En want er was weer veel mis. Hè. Veel blunders, er werden weer verkeerde dingen geroepen. Er ging technisch een hoop mis. De leukste tip kwam deze keer van Elzo. Zeg ik het goed? Elzo van de Toorn uit Drachten, Friesland. En wat ging er dan... Het staat er echt. Ja, het staat er. Elzo. Hij heet zo. Wat ging er dan allemaal mis? Nou, ik weet niet hoe u thuis kijkt naar het journaal, maar ja, wij zitten dan thuis naar zo'n Sascha de Boer te kijken. Dan heb je commentaar. Ja. Dan hebben we, god, ziet ze er lekker uit. Of... kijk, ze zagrijnig vandaag. Of had ze niet beter een BH om kunnen doen? Weet je wel? Nee, ja, maar daar moet je mee uitkijken. Want er ging van de week technisch iets mis bij het journaal. En toen onthulde Sascha de Boer iets waarvan ik dacht, ze kan ons dus horen. NOS Journaal. Goedenavond, ik hoop dat u mij kunt horen. Ik kan u namelijk niet horen. Er gaat iets veranderen. Ja. Mondje dicht dus thuis. Nou, dan zijn de eindexamens ook weer begonnen, ook voor het VMBO. En met die examens van het VMBO is iets, die willen ze afschaffen. Een hele ingewikkelde reden. Nou. Maar er was één leerling van een VMBO die een hele goede reden had, vond ik. Voor je examen moet je hard werken, hard leren. En dan misschien doe je het wel helemaal niet goed. En dan zak je bijvoorbeeld alleen maar omdat je examen niet goed hebt gedaan. Ja, dat is lullig. Dat je zakt omdat je je examen niet goed hebt gedaan. Dat vind ik ook lullig. Nou, dan Joop Braakhekken. Ik weet niet, Joop Braakhekken, ik vind het een leuke man. Oh. Maar ik vind hem ook een beetje eng. Er komen af en toe dingen uit zijn mond waarvan ik denk, eng. Jullie krijgen er allebei nu 100 van mij. Het aantal dat je gokt, bij een goed antwoord krijg je dat erbij. Komt hij nog een keer? Hè? Ja. Doodeng. Godzomme. Ik vind het doodeng. Goed, en dan het Nederlands elftal. De selectie is weer compleet, hè. Vanavond om 9:15 spelen ze tegen België. Maar u kent de kritiek op de selectie. Het is de gemiddeld oudste selectie ooit. En vind ik een beetje flauwe kritiek. Want het merendeel is jong. Alleen die gemiddelde leeftijd die wordt opgejaagd door Seedorf. Want hoor maar wat Ton Egbers over hem zegt. 23 spelers zijn geselecteerd door de bondscoaches, advocaat en Van Hanegem. Onder wie Clarence Seedorf. Seedorf, geboren op zijn 43ste. Ja. Ja, dat schijnt echt een afschuwelijke bevalling te zijn geweest. In een driedelig kostuum. Ja. Nou, tot zover wat u in ons opviel in de media. Iedere week vraag ik een bekende Nederlander of hij voor mij televisie wil kijken, want daar heb ik zelf geen tijd voor. Deze keer is het Amerika-deskundige en
wetenschapsprijswinnaar Maarten van Rossum. Ja. Van Rossum, welkom. Ja, dat zijn wel heel veel moeilijke woorden achter elkaar. Ja, hè? Dat vond ik ook. Nou, meneer Van Rossum, welkom. U heeft tv gekeken voor ons. We gaan eens even praten. Nou, we gaan praten, ik ga praten en u gaat luisteren. Oh, maar, daarvoor heeft u me uitgenodigd. Het zou een mooie boel worden als u ging zitten praten en ik moest gaan zitten luisteren. Want dan werd het mijn programma en dan was u mijn gast. En ik zou werkelijk niet weten waarom ik u zou uitnodigen. Nou, goed. Nou, mag ik dan vragen welk programma u gezien heeft? Nou, ik heb van de week heb ik gezien het programma Factor van de Icon. Dat is heel informatief. Dat ging over de Amerikanen in Irak. Ja, want dat gaat niet zo lekker met ze, hè? Want nou, ze weer per ongeluk, zeggen ze, een bruiloft gebombardeerd en 40 doden. Ja, dat is afschuwelijk natuurlijk, maar er zit wel een goede film in. Hè? One Wedding and 40 Funerals, dat natuurlijk wel. U bent wel erg cynisch, hè? Ja, nou ja, ik ben een Amerika-deskundige, dan is het een beetje lastig de afgelopen maanden om niet cynisch te zijn. Nee. Maar laten we even kijken naar die reportage. Wat je ziet is een stel Amerikaanse soldaten die midden in de nacht aankloppen bij een Iraakse officier die ze verdenken van terrorisme. Ja. En wat je dan eigenlijk ziet, dat is zeg maar de moderne Jehova's getuigen die de democratie aan huis komen brengen. Binnen in het huis geeft de officier zich over. Hij verstaat echter niet wat de Amerikanen zeggen en ze hebben geen talk bij zich. I get him in the leg. Shoot him in the foot. Hey. De Irakese officier denkt dat hij gaat sterven en we horen hem bidden. Allah, 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 Allah. Who the f*** are you talking to? Shut the f*** up. Hey, throw him to me. I'm at the door. Nou, je ziet, het gaat in wezen allemaal vrij netjes. He, alle fucks en assholes zijn eruit gepiept. Ja. Want dat vinden de Amerikanen pas echt erg natuurlijk. He. Het moet wel netjes blijven, ze komen de beschaving brengen. Ja. Nou, die soldaten die zijn ook reuze geïnteresseerd in 's mans religie. En ze vragen netjes tot wie die het eigenlijk heeft als hij staat te bidden. Ik vind dat wel meevallen allemaal. Ja, maar meneer Van Rossum, je schaamt je toch kapot als je dit ziet? Maar ja, het is natuurlijk heel jammer dat die soldaten geen woord Arabisch spreken. En dan gaan ze doen wat je ook altijd Nederlanders in het buitenland hoort doen, extra hard praten. Ja. Terwijl het heeft geen enkele zin om tegen een 82-jarige Franse bakkersvrouw keihard stokbrood, stokbrood te roepen. Nee. Als je niet weet dat het ding een baguette heet. Ja. Was dat cynisch genoeg? Ja, ja, vind ik wel. Maar onze Nederlandse soldaten hebben geloof ik een betere verstandhouding met de Irakezen. Ja, wij zijn als Nederlanders natuurlijk een stuk softer. Ja. Ik weet niet of dat altijd zo verstandig is. Ik denk als wij Saddam Hussein hadden gearresteerd, dat hij na 2 weken op proefverlof had gemogen. Ja. Om zijn weekendje door te brengen in een kernreactor. Gewoon om te kijken of hij het al aan kan. Ja, ja. En dan hadden we nu de kranten vol gehad met foto's, hè, uit die gevangenis. Van lachende gevangenen naast de grote berg naakte bewakers. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Maar zijn de Amerikanen nou zoveel agressiever dan de Nederlanders? Nou ja, als je ziet wat ze in hun vrije tijd doen, misschien wel. Ik weet niet of u weet wat de nationale volkssport is. Dat is dat American Football, wat ze tegenwoordig in Amsterdam ook doen. Ja, in de Amsterdam Arena, American Football. Daar gaat geen hond naar kijken. Nee. En dus dachten ze bij RTL 5 van, dat gaan wij eens fijn uitzenden. Want dat is helemaal onze doelgroep, geen hond. Daar wou ik dus eigenlijk ook een stukje van laten zien. Het is jammer dat u dat nou zo cynisch aankondigt, want dat wil ik eigenlijk doen. Ja. Maar ja, goed, American Football in Amsterdam, waarom in godsnaam zou je kunnen vragen? Ja. Nou, dan moet je even luisteren naar wat die coach ervan zegt. You know, there's a lot of things that I don't control with this football team. And as far as personnel issues and things like that, I get my players assigned to me. Kent hij niet. What we try to do is we try to make them as good as we can to send them back to their NFL clubs. So that they have a chance to make it in the NFL. Oh. Nou, je ziet het. Amsterdam is dus eigenlijk het Siberië van de American Football Competitie. Als je er echt helemaal niks meer van kan, dan word je veroordeeld tot een hele winter in een driekwart lege arena tegen elkaar aanlopen. Het is eigenlijk hetzelfde als dat wij in het Yankee Stadium in New York om de 2 weken 2 korfbalpalen neer zouden zetten. En daar de reserves van ons eibernest en vlug en vaardig tegen elkaar laten spelen. En dat CNN dat dan elke week uitzendt in de hoop dat heel Amerika voortaan wil gaan korfballen. Ja. Nou, ik denk het niet. Nee. Maar ja, ik heb er met genoegen naar gekeken hoor. Het is altijd een groot circus. Je staat er versteld van wat ze er allemaal bij halen. Nou, eens even kijken. Ja. Leuke beesten altijd. Ja. Plaatjes draaien op het veld, dat zie je bij het Nederlands elftal ook niet. Nee. Maar ja, wat heeft het met American Football te maken? Nou, dit is eigenlijk waar de jongens het voor doen allemaal. Hè. Oh. Kijk eens even, dit heet de zogenaamde fullbacks, zijn dit. Daar gaan ze. Nou, dan krijg je een stukje van het spel, dat is misschien ook wel aardig. Ja. Ze moeten zoveel mogelijk grond veroveren. Kijk, daar gaan ze. En dan moeten ze die bal gooien.
En nou zie je ook waar het meestal in eindigt. In een hele grote berg kerels met een neus in mekaars kont. Ja. Dus die foto's uit die gevangenis, ja, voor de Amerikanen is dat gewoon een spelsituatie. Ja. Ja. Je snapt nu ook waarom dit volksport nummer 1 is in Amerika. Met een grote helm op je kop, zoveel mogelijk meters grond veroveren. Dat vinden Amerikanen leuk. Maarten van Rossum, hartelijk dank. Ik zie u straks in de bar. Ja, ik praat intussen gewoon weer. Ja, ja. Mooi. Nou, ik weet niet, het zal u ook opgevallen zijn. Je kan tegenwoordig geen tram, trein of bus instappen of restaurant of een mobiel telefoontje van iemand gaat af. En dan die melodietjes, die ringtones heet het dan officieel. Dat varieert van de vierjarige tijden tot de nieuwste hit van Boris. Kim Vijfhuizen, welkom. Jij bent van productiehuis Oost-Nederland. Ja, jij was al die bestaande ringtones helemaal zat. Helemaal zat, ja. Nou, ja. Vertel. Nee, je hoort inderdaad alleen maar, bijna alleen maar van die bestaande toontjes. Uh-huh. En dan nog slecht uitgevoerd ook vaak. En we hadden zoiets van, nou, dat kan gewoon veel leuker. Dus we hebben alle muzikanten in Oost-Nederland en de rest van Nederland uitgenodigd. Van joh, maak nou eens een beltoon die echt als beltoon gemaakt is. Een fijn stukje muziek. Yeah. Nou, dat hebben ze gedaan. Hele leuke reacties. En die worden dan downloadbaar gemaakt op de website. En er was zoveel animo voor dat we dachten van, nou, dat kan gewoon veel gekker. Zoals? Zoals dat wij een aantal componisten hebben uitgenodigd om een compositie te schrijven voor een heel orkest met 25 mobiele telefoons. Een heel orkest? En er zitten 25 mensen met een mobiele telefoon? En zelfs sommige mensen die er nog nooit één in hun handen hebben gehad van tevoren. En dat wordt uitgevoerd door de Deventer PTT-fanfare en de compositie is van Quick and Bright. Ik kan je vertellen, het is de wereldprimeur. Ze hebben er een half jaar aan gewerkt. U krijgt nu voor het eerst op televisie een mobiele telefoonconcert. Een wereldprimeur. Ja, Peter. Jack. Ja. Ik wil je niet overroelen, maar ik heb ook iets. Hoe laat is het nu? Rond 8:30. Ja, want ik ben erg met tijd bezig. Ja, dat weet ik. Loop even mee. Hoe laat denk jij dat het nu is in pakweg Bangkok? Weet ik veel. Nee, dat weet je niet. Nee. Nou, en daarom heb ik een gast. En die meneer Jansen, komt u er? Kijk, dit is een wereldklok en dit is meneer Louis Jansen. Louis. Hallo. Dag Louis. Dit is een wereldklok en dan denken mensen thuis, ja, maar wereldklokken die kennen we allemaal. Die hangen ook in cafés, daar hangen er achter van die klokken met Tokio enzovoort. Maar wat is er nou anders aan deze wereldklok? Nou, als er al 8 hangen... Let op. Ja, ik let nou op. Als er al 8 hangen, is het al veel. Maar dan nog zie je maar op 8 plaatsen van de wereld hoe laat het is. Ja. Of misschien wel te laat of te vroeg, maar ja, goed. Bovendien kun je dan zien, als het ergens 10 uur is, kun je nooit zien of dat 's morgens is of 's avonds. Dat kun je hier wel op zien. Dus hier kun je zien of het dag of nacht is. Ook dat. Hoe dan? Ja. Hoe dan? Wacht even, ik ben met die meneer in gesprek. Nou, hoe zie je dat dan? Het is nu 8:30 's avonds. Waar? Dat betekent 20:30. Hier zitten wij in Amsterdam. Daar zitten wij. Ja? Juist. 8:30. Nou, dan ga je kijken, dan zit je lekker aan je borreltje 's avonds. En dan zeg je van, nou, dan wil ik eigenlijk wel weten, ik wil eigenlijk mijn broer eens even bellen. Want die zit in Surabaya op dit moment. Ja. En je moet de mensen de kost geven die dat willen doen, hè, ja, op een avond. Ook dat, hè? Ja, maar ik zit er graag voor. Dat is een stukje makkelijker.
Dan krijg ik hier Surabaya. Ja. He, dat ligt ook bij Bangkok, Jakarta en Hanoi. Juist. Ja? En hoe laat is het daar dan nu? Daar is het, daar kun je het zien. Daar is het 2:30. Ongelooflijk. S'nachts. Stel je voor dat ik wil weten hoe laat het is in Vladivostok. Hup, dan kan ik even kijken. Meteen zien. Wat een geweldig ding, zeg. Peter, wat kan het mij nou schelen hoe laat het in Vladivostok is? Ja, wat heb je er eigenlijk aan om te weten hoe laat het in Vladivostok is? Nou, toevallig zit mijn broer daar en dan weet ik... In Vladivostok. Met onzin, je hebt niet altijd een broer. Nee, niet altijd, maar nu wel. Maar je hebt niet altijd een broer, maar nu wel. Ja, goed. Dus hier kun je... En zie je daar hier ook de zomertijd en de wintertijd op? Want daar ben ik altijd erg mee bezig. Ja, nou. Het kan wel. Dan moet ik even het knopje opzetten, dan zet ik hem een uur verder. Maar wat ik dan doe, en dat voel ik me best wel een heel machtig man door... dan zet ik in één keer op de hele wereld de klok een uur vooruit of een uur terug. Ja, maar, Peter, dan klopt er niks van, want in Bangkok hebben ze niet zomertijd. Dus nee, daar heb dat klopt het niet meer. Oké, dus de hele zomertijd heb je geen reet aan dit apparaat? Geen reet? Nee. Maar dat ding is toch een geweldig ding. Peter, het is... Nou, Peter, ik begon lekker, maar ik begin nou ook een beetje te twijfelen, eerlijk gezegd. Het is ook zo'n groot ding. Ja. Dat kun je toch niet om je pols doen? Nee, je kunt... Het is ook zo'n groot ding, dat kun je toch niet om je pols doen? Nee, dat klopt. Maar als ik nou een horloge pak, dan kan ik wel op zien hoe laat het is. Ja. Maar dan kan ik s'avonds mijn glaasje bier niet op kwijt. Nou, dus het is geen tafel. Een geweldig ding. En trouwens, Jake, wat zit je te zeuren over de zomertijd? Want dan kun je toch wel een beetje verrekenen. En in de zomer gaat gewoon de klok een uur terug. Vooruit. Nou, en dan schuif je gewoon die tafel een meter naar de muur. Nee, een meter naar achter. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt, Louis. Ik vind het fantastisch uit. Oké. Dankjewel. Ding, hè? Ja. We gaan een spel spelen. Kijk voor ons spel. Ja, ik haal het. Blijf klappen, dan haal ik het net. Blijf klappen. Ja. Ja. Oké. Dit is een... Dit is een ouderwetse volle bak hier. Tweelingbroers tegen tweelingbroers die ook nog hetzelfde beroep hebben. En die ook nog hetzelfde beroep hebben. Zij worden gerekend tot de beste advocaten van Nederland. Ze doen en deden geruchtmakende zaken. Steken niet onder stoel of banken. Dat ze ook wel van Berenburg houden. Ook van André van Duin. En ook fan zijn van sportclub Heerenveen. Ik heb het over Hans en Willem Anker. En dan hebben we ook twee voetballende broers. De een is aanvaller, de ander is verdediger. Ze speelden ooit samen bij Sparta. Ze speelden samen bij Sportclub Heerenveen. Daarna kwam de een terecht bij Feyenoord en de ander weer bij Sparta. En volgend seizoen staan ze samen bij FC Dordrecht. Ik heb het dus over Dennis en Gerard de Nooijer. Weer een fragment uit de actualiteit. Bij RTV Oost hebben ze een zeer kleurrijke medewerker. Die heet kapitein Kiefiet. En die mag altijd de hoofdgast aankondigen. En dat is in dit geval Lee Towers. Kapitein Kiefiet! Ik mag vanavond aankondigen. En hij is een hele grote. Ik mag aankondigen. Ja. En nu gaat er iets mis. Wat gaat er mis? Wat denk je? Wat zou er mis kunnen gaan? Ik denk dat die André Hazes aankondigt. Dat hij zich helemaal vergist in... Het lijkt me een fan van André Hazes. Ja. Dat iemand anders kondigt. Jawel, ik ben wel eens bij een concert van André Hazes geweest. En dan staan er 100 van dat soort... Zou kunnen, is één mogelijkheid. We staan er ook vaak tussen. Wat zou er mis kunnen gaan? Dan doen wij René Vroger. Jullie doen René Vroger? Dat die René Vroger aankondigt. Dat is makkelijk, de Nooijer. Ja. Nou, oké. Jullie kiezen voor Vroger en jullie voor Hazes. Laten we kijken wat er mis gaat. Ik mag vanavond aankondigen. En hij is een hele grote. Ik mag aankondigen. Goede wijn behoeft geen krant. Let op. Hier is Lee Towers. Bam! Wat zei je? Ja, hij dacht ik ga Lee Towers imiteren. Nou ja, laten we om erin te komen toch slaan. Dus, goed moment, uitgekozen. Goed, wie eerst? Je eerst? Ja, ja. Klap. Goed concentreren. Ja, ja, zet hem even recht, anders klapt hij zo meteen om. Ja. Kijk, mooie klap, zet ik ook even recht, anders krijgen we zo meteen ongeluk. Mooi. Goed, heren, we gaan naar de play-offs van het basketbal. Nederlands kampioenschap, Den Bosch in het rood, je ziet het hier, en Groningen in het wit. En let op, Groningen gaat scoren, let op. Kijk, de driepunter van Novak, 43-48. Hier is weer Daniel Novak.
Voorsprong voor de thuisclub, 51-50. Ja, het is heel spannend, 51-50, je ziet het. En nou gaat rood, dat is dus Den Bosch, die gaat de bal weer uitgooien. Het enige wat ik wil weten, gooit hij hem naar de goede of naar de foute speler? Je hoeft alleen goed of fout. En ze moeten dus naar de andere kant, hè? Als je het naar de goede speler... goed of fout. Ik wil alleen... je bent hier gewoon antwoord. U geeft antwoord op mijn vragen. En ik wil niet een heel verhaal nu hebben ter verdediging. Goed of fout? Anders hadden jullie het fragment niet getapt. Hij gooit hem naar de fouten. Ja. Hè? Gooit hij naar de goede of de fouten? Wat doen wij? Fouten. Fout. Hij gooit hem naar de fouten. Fouten. Nou, laten we kijken. Hier is weer Daniel Novak. Komt-ie. Voorsprong voor de thuisclub, 51-50. Nee, hij gooit hem naar zijn eigen speler. Maar laten we even kijken hoe het verder gaat. Hij gooit hem naar de goeie en... zijn eigen blaster. Let op in de herhaling. Hij is helemaal in de war en hij dunkt hem meteen. Want per saldo ging het dus fout. Het ging dus. Per saldo fout. Het was goed. En het was fout. Ja. Allebei slaan. Dus wij slaan. Allebei slaan. Goed en fout. Joop, jij nou? Niet helemaal goed. Die is mooi. Goed, we gaan verder, we gaan verder, we gaan verder. In Amsterdam was een demonstratie van vrouwen die vinden dat mannen nog steeds de vrouw te veel zien als lustobject. Ja, en het heeft niets met lubbers te maken. Maar laten we even kijken. Er komen de dames. En die, kijk, die demonstreren tegen het feit dat de mannen de vrouw nog te veel als lustobject zien. Die zijn in 1968 vertrokken en nu aangekomen in Amsterdam. Ja, er zullen ook genoeg mannen zijn die dat niet doen, maar over het algemeen worden vrouwen toch echt onderdrukt door mannen en niet door elkaar. Ja, en nou komt er een tram aan. En in die tram zit een man. En die denkt, oh jee, een anti-man demonstratie. Wat doet hij? Hij kijkt stoïcijns voor zich uit. Die denkt, daar heb ik niks mee te maken. Of hij kijkt door het raampje naar die dames, steekt zijn duim op, want hij is doodsbenauwd dat ze die hele tram in de fik steken met hem erin. Of hij maakt een statement en gaat demonstratief naar de andere kant zitten kijken. Ik denk dat hij juist alle respect heeft voor alle respect. Vrouwen. Dat hij denkt, ja. Daar staat dat is een mooi contrast met wat we tot nu toe hebben gezien. Mooi. Mooi. Het is niet goed, maar ik vind het mooi dat je het zegt. Ja, je moet er maar op komen. Ja, je moet er maar op komen. Je hebt er niks aan, want het is fout. Maar goed. Jullie wilden het ook zeggen, dacht ik. Ja, waar gaan jullie voor, jongens? Ik denk dat hij dat ze negeert. Dat die stoïcijns voor zich uitblijven? Ik denk het niet. Nee? Nee, kijk maar. Over het algemeen worden vrouwen terecht onderdrukt door mannen en niet door elkaar. Ja. Let op. Nou, hij gaat de andere kant op zitten kijken. Ik word niet erg geslagen, heren. Nee. Nou, ik kan er niks aan doen, hoor. Dan moet je maar beter antwoorden. Let op. Onderweg naar morgen. Dat is een soapserie bij Jorin. Wie zit hier druk vandaag? Nou, deze is van een kwartier geleden. Ja. Nou, dit is dus een dagelijkse soapserie. En jullie weten, een dagelijkse serie is hartstikke duur. Dus ze bezuinigen waar ze kunnen bezuinigen. Maar in deze scène hebben ze op het verkeerde onderdeel bezuinigd. Nou wil ik weten, waar hebben ze op bezuinigd? Is dat A, op het decor? Dat stort zometeen giechelend in elkaar. B, is het op de figuranten, bijvoorbeeld de meisje daar in die groene zelfgebreide trein? Of is het op de techniek, dus licht en geluid? Waar hebben ze op bezuinigd? Wat een gokje, je kunt niet weten, maar gok iets. Ja, ben ik laatste, licht en geluid. Ja? Licht en geluid. Dus het is niet goed. Ik moet jullie gaan helpen, anders wordt er noodzaak. Het is niet goed. Licht en geluid valt al af. Oké, nou dat is makkelijk voor. Maar dan kunnen jullie nog nadenken wat je misschien dan kiest. Jullie. Dat denk jij ook. Decor. Jij noemt hem steeds Joop. Ja. Ja. Dat is om de verwarring te vergroten. Om de verwarring te vergroten? Ik denk op het decor dat die soort luxeflex-achtige toestand in beneden dondert. Is ook niet goed. Wat denken jullie? Welke hadden we nog? We hebben nog de figuranten. De figuranten. Wat denken jullie? Ja, iets met de kleding dat die afzakt. De figurant. Ja, van de figurant. De figurant. Ik denk het ook. Let goed op deze figurant. Kijk goed. Let op. Wie zit hier druk vandaag? Nou, deze is van een kwartier geleden. Ja, daar is de figurant. Waar die fietscourier in kamer 3. Nou, de scène gaat gewoon verder, hè. Er is een patiënt voor jou in kamer 3. Fietscourier. Het zou een blinde darmontsteking kunnen zijn, maar ik denk dat het mee valt. Hé, er is er weer. Uit dezelfde hoek. Hoe kan het nou? Maar de scène gaat verder. Wie zit? Dat was het. Het zal toch niet gebeuren dat ze voor een derde keer... Nou, dat is alweer uit die hoek! Hoe is het maar de scène gaat nog verder. Ze zullen nou toch wel eens een andere figurant nemen, mag je dan aannemen. Die is boos. Ja. Nee, daar gaat ze weer een keer! In één scène!
slaan. Geweldig dat jullie dat gezien hebben. Ik sla, jongens, hè? Even kijken. Ja, kan. Die is goed. Ja, die is goed. Ja, vonken kwamen eraf, maar is ook goed. Voorlopig staan we ervoor, dacht ik, heer Spijkerman. Nou, het scheelt niet veel, hoor. We gaan de grote hamers pakken, want nu gaan we er echt voor. Ja? Ja, jullie ook grote hamer? Oké. Nou ja, je mag zo meteen uitmaken wie er gaat slaan. Jongens, Jensen. Jensen, die heeft een bijzonder programma. Ik weet niet of jullie wel eens gezien hebben, maar die recycelt zijn gasten. Kelly zag ik voor de vierde keer langskomen. Gerard Joling heb ik al voor de vierde keer gezien. Patty Bart voor de vierde keer. Voordeel is dat je maar één keer in de vier jaar naar zijn serieprogramma's moet kijken. Dan heb je toch alle gasten gehad. Maar goed, Jensen heeft ook in zijn programma de Nationale Jensen-test. Dat is een echt leuk onderdeel en dat doet hij met Kelly deze keer. De Magna Plaza is dagelijks open van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dat is een winkelcentrum. Hoeveel uur per dag is die open? A. 9 uur. B. 10 uur. Of C. 12 uur. Nou, doe maar een gokje, jongens. Wat gaat ze zeggen? Kruip in het hoofd van Kelly, hè? Ik denk dat ze 9 uur zegt. Nou, A, B of C? Ik denk A. Jullie gaan voor A? Ja. Dan doen wij B. Dan doen jullie B. Laten we even goed luisteren wat Kelly hier antwoordt. Hoeveel uur per dag is die open? A. 9 uur. B. 10 uur. Of C. 12 uur. A. Ja, helemaal onderslaan! B. Hey. Of C. Of C. Het goede antwoord staat erbij, A, B of C, dus had hem altijd goed. Maar dat is één klap verdiend voor jullie. Maar ze krijgt een herkansing. Oh. Dan kunnen jullie kunnen nog een klap verdienen. Luister. Kel, we gaan nu nog dieper de wiskunde in. Ja, oh nee. Let goed op, here we go. Hoeveel hoeken, Kel, heeft een vierkant? Is dat A, 31? B, 4? Of C, 3? Ja. Nou. Nou, Dennis en Gerard, zeg het maar. Wij denken C. Jullie denken C, dat zij zegt een vierkant heeft drie hoeken. Zou niet slim zijn, hè? Nee. Nee, maar ja. Ja. Ik verklap erbij, bij de operatie is niet alleen de geslacht weggehaald, maar toen is er iets meegetrokken vanuit de hersens. Wij dachten aan drie, maar wij gaan niet hetzelfde doen wat de gebroeders de Nooier doen, dus wij gaan voor A. Wij gaan echt voor 31 hoeken. Laten we goed luisteren wat Kelly zegt. Hoeveel hoeken, Kel, heeft een vierkant? Is dat A, 31? B, 4? Of C, 3? Dat is toch 5? Vierkant heeft een... Oh nee, sorry, maar daar heb ik echt niet goed in. Nee, dat is echt niet... Zij dacht, 5 hoeken. Nou ja, dat is één klap. Was niet goed, één klap. Wie gaat hem geven? Nou jongen, dan pakken we ze. Beginnen jullie of? Dan gaan jullie eerst maar. Dennis, jij eerst? Let op. Zal ik hem recht zetten dat hij echt helemaal goed, dat er niks mis kan gaan? Ja, maar... Moet echt... Ja, ik zet hem allemaal recht. Deze ook. Nou. Ja. Nou jullie. Wij zijn nog volledig in de race. Jawel. Ik vind hem scherper dan bij Heerenveen. Ja, no. Wij zetten onze sterkste man in. Oh, sorry. Ik weet niet, jij gaat presenteren ook, begrijp ik. Ga ik hier even staan, joh. Kom erbij. Kom op, Joop, hè? Vandaag nog? Nee! Dennis en Gerard daar hebben we nooit. Ja. Sorry. Dat betekent de grote hamer voor Dennis en Gerard en de kleine hamer voor Hans en Willem Anker. Dennis en Gerard en Hans en Willem, dank voor jullie komst. Ja, ik haal het altijd net en dan zit ik weer, allemaal weer op je plekje gedraaid. Welkom. Ja, ik was vast begonnen met het gesprek. Ja, begrijp ik. De hedendaagse vrouw gaan we het over hebben, want die is geëmancipeerd, die is zelfbewust, die weet wat ze wil, ook op seksueel gebied, en taboes bestaan er niet. Dacht ik. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Er is het een en ander mis. Goedele Liekens, welkom. Je bent presentatrice, kinderpsychologe en seksuologe. Wat is er aan de hand? Ja, wat je zegt, we denken allemaal er zijn geen taboes meer. Maar er blijkt één heel groot taboe nog te zijn voor vrouwen. En dat is eigenlijk een deel van hun eigen lichaam, hun vagina. En dat blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld 10% van de vrouwen maar, slechts 10% van de vrouwen is totaal niet beschaamd voor haar vagina. Er zijn 24% van de vrouwen die nog nooit gekeken hebben naar hun eigen vagina. Die dus geen idee hebben hoe het daar beneden eruit ziet. 1 op de 4 niet? 24%, dat is 1 op de 5.
Nee, ja, 25%. Ah, 1 op de 4, oké. Ja. Ja, dat is niet zo mooi. 1 op de 4, 1 op de 5. Maar hebben mannen dan een betere relatie met hun geslachtsdeel? Ja, absoluut. Er is toch een heel groot verschil tussen de manier waarop mannen met hun penis omgaan. Die raken, om het heel simpel te zeggen, iedere dag een paar keer hun penis aan. Hè. Ze moeten wel om naar het toilet te gaan, om te gaan plassen. Ja, nee. Want heel veel mannen beseffen dat niet, maar vrouwen doen dat dus niet. Dat is ook niet echt nodig. Maar hoe belangrijk is het dan dat je een goede relatie hebt met je vagina? Ja, dat is... Ik vind het zo leuk om uit jouw mond te horen. Ja. Ja, maar het is een heel ernstig... Maar dat is heel belangrijk, want daar wordt natuurlijk rap een beetje lacherig over gedaan. Maar het is heel belangrijk omdat voor je eigen seksualiteit, voor je eigen seksleven in eerste instantie... Vrouwen die een negatief gevoel hebben over hun eigen vagina, die zullen veel sneller seksuele dysfuncties krijgen, seksuele problemen. Dat blijkt ook uit onderzoeken. Die hebben lager libido, dus minder seksuele lust en een minder bevredigend seksueel leven. En dat is toch zo logisch en voor de hand liggend, want... Hoe kan je nu genieten van seks en of een goede minares zijn als je daarvoor een lichaamsdeel moet gebruiken wat je maar een beetje vies vindt of waar je een beetje een hekel zelfs aan hebt? Weet je wat ik zo wat gek je niet... vind? Ik krijg zo'n jaren 60 gevoel dat was toch allemaal al besproken in die tijd? Of? Ja, wij eigenlijk wat dat betreft, ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook verbaasd heeft. Maar toch is het tegenwoordig nog altijd zo. Ik denk dat we een stapje teruggemaakt hebben. En dat heeft te maken voor mij voor een stuk enerzijds nog steeds opvoeding. Er zijn toch nog altijd meisjes die het idee krijgen van, kijk, of opgevoed worden met die date is maar een beetje vies daar. Er zijn heel veel denigrerende en flauwe moppen over de vagina. Vismarkt, slasje, foef, weet ik veel wat. Dat draagt toch allemaal bij tot dat negatieve idee. Maar het allerergste vind ik die producenten van verzorgingsproducten. Weet je, die spenderen fortuinen om ons het idee te geven. Die vagina is iets vies, daar moet je tegenaan met inlegkruisjes. En liefst nog van die geurvretende inlegkruisjes. En je moet met vaginale douches en sprays. Maar het is en... toch ook goed om het een beetje schoon te hebben? Ja, een beetje schoon. Maar daarvoor hoef je daar toch niet met reuk en zo tegenaan te gaan. En met al die lactohubbelde pups. Dat is allemaal voor niks nodig. Okay, ja, een gezonde vagina ruikt niet naar rozen, hoor. Een gezonde vagina ruikt niet naar rozen. Nee. Waar ruikt hij wel naar? Naar een gezonde vagina. Ja, maar dat naar een schoon. Nee, maar het is zo belangrijk, omdat uiteraard moet dat een beetje hygiënisch zijn en moet je goed wassen daar, maar echt niet met zeep daar tegenaan gaan en al die producten en zo, dat is voor niks nodig. Je hebt er het een en ander over geschreven. Ik las ook, je moet het geen schaamlippen meer noemen, maar trotslippen. Daar, ja. Ja, dat vind ik niet... Nee. Nee? Nee, maar trotslippen. Dan heb je ook trotshaar. Ja, tuurlijk moet je dan ook trotshaar zeggen. Trotsheuvel. Ja. Want waarom, als je nu van jongs af aan... Ik heb 2 dochtertjes, 5 en 6. En moet ik daar nu van jongs af aan tegen zeggen... Je schaamlippen. Dat is toch direct die stempel van daar moet je je voor schamen. En dan zijn we verbaasd dat daar zoveel vrouwen voor beschaamd zijn. Er is maar 36% van de vrouwen die hun eigen vagina als positief zien. Dus die andere 64%, wat denken die dan? Dat het iets negatiefs is, iets vies, dat drupt en weet ik wat. Maar dus, ze houden het ook heel erg bij, toch? Dat, tenminste, dat hoor ik wel eens van vrienden. Dat trotshaar. Nee. Ja, ze scheren. Er wordt gewaxen. Ik dacht eigenlijk dat... Helemaal afgeschaft. Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk niet zo voorstander van. Nee. Mag je het niet scheren? Ja, je mag dan een beetje trimmen en een beetje netjes onderhouden en je mag... Ja, dat klinkt als een poedel, hè? Ja, zoals een poedel. Een figuurtje erin. Ja. Dat mag ook, dat is leuk. Zo'n hartje, niks zo leuk. En dat mag wel eens een keertje helemaal afgeschoren. Maar ik ben daar geen voorstander van. Ik vind dat dan niet echt... Ja, dat is onnatuurlijk. En het is dan ook alsof je inderdaad dat schaamhaar, weet je, dat moet er dan af. Want dat is iets schaamt, dat is maar iets vies en het moet weg. Dat mag best een beetje leuk samen een keertje wegscheren. Dat je zegt, maar ik vind dat je daar op staat, dat je partner altijd helemaal daar kaal geschoren is. Ja, nee, maar ik vind dat niet cool. Als je trots dat op je knieën bent, dan... Dan mag je vlechtjes leggen, maar gewoon. Nou heb je opgericht de Vrienden van de Vagina. Dat is een club. Wat is de bedoeling van de... Ja. Nou ja. De Vrienden van de Vagina. Ja. Dat is een club. Wie kan er lid worden? Wat is het criterium? Mannen, vrouwen? Mag iedereen? Ja, iedereen kan lid worden die zich een vriend van de vagina noemt en die een beetje aan die criteria... De meeste, ja. Ja, nee, maar dan moet je bijvoorbeeld... Een van de zaken is toch al... Je moet een liefhebber zijn en je moet... Bijvoorbeeld geen denigrerende... Ik hou wel eens van een grapje, maar geen denigrerende moppen over de vagina en geen te denigrerende bijnamen en zo. Want
Het is al zo erg, hè. We hebben al zo weinig goede maar namen. Maar wat gaat die club doen? Wat gaan die eigenlijk de straat op? Gaan die... Veel over praten, artikels. We hebben een website waar mensen namen bijvoorbeeld. Want ik vind ook... Ja, dat ja. Namen. Dat want vind ik zo mijn moeilijk. Zoontje van 6, die vraagt... Papa, hoe noem je dat waar meisjes uit plassen? En wist jij niet. Ja. Nee, het punt is dat ik... Ja, mannetje van 6, een vagina... Maar wat zeg je een vagina, dan? Dat vind ik te groot voor hem. Hij is pas 6. Ik vind het... Maar een voorbips, nee, daar word ik helemaal misselijk van. Dat vind ik zo... En kut vind ik ook zo'n zwaar woord. Dat is een scheldwoord, dus dat gaat niet. Wat zeg ik tegen hem? In België zeggen ze poepje, maar dat kan je in Nederland ook al niet mee afkomen. Zou ik niet meer aankomen. Nee. Pushen en zo. Wat zijn er voor suggesties? Want jullie hebben er ook suggesties. Wij hebben dus een lijst opgesteld van suggesties. Wat komt eruit? Flamoes is... bij de top 5 heb je flamoes, parel, lotus zit erbij. En mijn eigen favoriet is eigenlijk Joni. Joni, ja, dat is een woord dat ik ken. Maar ik las ook tovergleufje. Ja. Artisjok. Nou ja, het stond in jouw lijst. En wat er nog bij zo'n klapdeurtjes ja, dat vind ik helemaal. Maar ja, klapdeurtjes, dan gaat mijn zoontje naar de Albert Heijn door die klapdeuren. Ja. Wat een kutwinkel. Nee, maar mensen die zoiets voorstellen, die worden geen lid natuurlijk. Als je zegt klapdeurtjes... Het kwam wel uit jouw lijst voor. Ja, dus dat zijn mensen die zeggen, dit zijn leuke, grappige woordjes. Maar dan kan je toch geen lid worden als je dat klapdeurtjes doet. Dus welke noemt, stel er nu eens één voor, dat we die gewoon invoeren. Mijn voorstel is, blijft nog altijd Joni. Maar mensen Joni. Kunnen meegaan stemmen. Allee, op de website kan je stemmen en gaan we echt... Zeg even wat de website is. Vaginavrienden.nl. www.vaginavrienden.nl. Ik vind het een... Vond je het niet gek om het met twee mannen te gaan zitten bespreken? Nee, want volgens mij zeker. Hè, we hebben daar straks al even gepraat. Ik denk dat hij wel lid kan worden. Ja. Ja. Ja, een beetje achter mijn rug om. Ja. Terwijl ik aan het voorbereiden ben, ga jij een beetje lid van een club staan te worden. Jij was zo wat lang bezig met je grote hamer. Ik denk, Oké, nou, fijn. Peter, ik ben blij dat er ook eindelijk een club is die jou mee wil nemen. Ik wens jullie veel plezier. Lief dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. Goed. Dank je wel. Dank je wel. Onmisselijk van te worden, van heer Schop. Jeetje, Mina. Het EK nadert. Het EK nadert. En dat zullen we merken ook. Ik weet niet of het u al opgevallen is, maar de radioreclame word je echt gek van alle imitaties van Cruijff. En moeten wij als luisteraar geloven dat het Cruijff echt is die shampoo staat aan te prijzen. Of een nieuw boek of een bepaalde computer. En ik begin me behoorlijk aan te ergeren, maar wat denkt de grote meester er zelf van? Dames en heren, hier is Johan Cruijff. Laat maar. Het is alvast een hele erge slechte aankondiging van een slechte presentator. Ja, ik moet dus zeggen dat ik normaal het liefst met twee vleugels speel. Nou, vanavond speel ik met één vleugel en nog een hele slechte ook. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Goed. Het EK staat voor de deur. Dus dan begint weer het gezeur. Dan komen al die Johan Cruijffs weer voorbij. Maar iedereen wie mij dus doet. De ene slecht, de ander goed. Maar ondertussen verdienen hun dus aan mij. Maar dat is logisch. Ze kennen Johan toch niet zijn. Hun rendement is veel te klein. Ze doen mijn stem wel, maar ze zijn dus niet ik. Ik ben mijn eigen, zoals u ziet. En hun wie hun zijn, zijn mij dus niet. Het lijkt dus logisch dat ik het niet meer pik. Nou, dat kan maar lekker uit, zeg, met jij in de vleugel. We zijn mezelf niet en al die jaren nooit geweest. Ik ben de spelmaker van hun imitatiefeest. Hun zijn mezelf niet of nooit geweest. La, beetje hoger tempo, la, la, la. Hun zijn mezelf niet of nooit geweest, la, la. Dat is een beetje jazzy eigenlijk. Luister, Johan, dat trappen de mensen natuurlijk niet meer in. Dat lijkt me logisch, hè? Luister, misschien ken jij mijn stem wel een beetje, maar uiterlijk lijkt je op helemaal niemand. Dus dan slaat het helemaal nergens op, hè? Nou ja, goed, afgezien daarvan lijk ik toch op twee druppels Cruijff. Dus dat lijkt me een gegeven. U ziet twee mensen, maar ik ben hem. Hij draagt mijn jas, hij doet mijn stem. En hij hoopt dus dat u dat niet ziet. Maar hij is mij niet, want ik ben mij. Want als hij mij was, dan was ik hij. Hij doet zijn best wel, maar goed is het niet.
Ja, wat jullie staan te doen is dus heel erg slecht. Dat is puur slecht. Nou, moet jij lodig zeggen, luister, twee zaken spelen dan bij jou een rol. Aan de ene kant, en dat is dus punt 1. Nou, je stem lijkt helemaal niet. Aan de andere kant, en dan praat je zo over punt 2. Je uiterlijk heb het ook niet, hoor. Ja, je moet gewoon op twee niveaus denken. Punt 1, ik lijk op hem. Punt 2, ik heb zijn stem. Dus dan ben ik eigenlijk de twee vliegen in één klap. Ja, maar nooit gesproken is altijd mis. Dat is logisch, hè. Hun zijn mezelf niet in al die jaren nooit geweest. Dat is al slecht. Slecht, hoor. Heel slecht. Hun zijn Dick Schoenmaker die blij is dat hij leest. Hun zijn mezelf niet nog nooit geweest. La 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 la. We zijn mezelf niet nog nooit geweest. La la la. Kijk, dat is nou de slechtste imitatie slecht. Die ik ooit heb gezien. Dick Schoenmaker die leest, het is een hele vreemde Van Bastering, hoor. Ja, dat geloven de mensen in principe toch niet, dus... Ja. Nou, ik verdien er anders mijn boterham mee, hoor. Ze doen maar na dat te doen. En daarbij verdienen ze dus hun poen. Terwijl ik al jaren geen heb gedaan. Zelfs de pianist, die doet maar na. Logisch, la 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 la. Straks komt er nog een Surinamer aan. Dit zal voor... Zijn hem nee. Slecht, nee. Slecht. Vino de misrevi alla deiari Johan Cruijff. Harry Liedman. Vino de misrevi alla deiari El Salvador. We zijn onszelf niet nog nooit geweest. La 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 la. We zijn onszelf niet nog nooit geweest. La la la. Alle slechtste mutatie die ik ooit heb gezien. Je spreekt mijn taal niet, je hebt mijn uiterlijk niet. Je hebt mijn stem niet, je hebt niet eens mijn eigen ras. Ja, maar ik speel mezelf niet, hè. Hey, maar volgens mij kun je beter een CBO nadoen of Pelé. Sla jij je vrouw wel eens? Nee. Nou, dan kun je ook Edgar Davids niet nadoen. We zijn onszelf niet nog al die jaren ooit geweest. Nou, was heel erg slecht. Heel slecht. Heel slecht. Maar dat is logisch. Heel slecht. Ja. 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 Ja, de podiumbezetting was heel erg slecht. Heel slecht. We spelen 4-4-4. Ja, dat is weer. Hey. Ja. Peter, we moeten gaan afronden. We moeten iets kiezen wat we meenemen. Waar, ja. We gaan, waar kies jij voor? Ja, nou ja, kijk, ik ben net al lid geworden van de vereniging. Dus dan kies ik voor het concert van het de concert. Telefoontjes. Maar jij kwam met de klok. Ja, dat vond ik ook heel goed. Maar dat, achteraf dacht ik, nou, daar miste ik een paar dingetjes. Ja? En ja, ik ben niet te beroerd om toe te geven dat iets wat jij hebt meegenomen, dat dan beter is. Nou, dat is sympathiek. Zou jij eigenlijk ook een keer moeten doen? Als jij een keer met een goed ding komt, wil ik dat best een keer doen, ja. Oké, okay, ja. Afgesproken. Oké, en ik ga voor de Vagina Club. Ik vind het echt een goed idee. Ja, tuurlijk. Ik vind het belangrijk. Dus de mensen beslissen, waar hebben we wat aan in de toekomst? Is het het telefoonconcert, waar Peter voor gaat? Of is het de Vagina Club van Goedelen waar we wat aan hebben? Ja. Goedelen. Ja. Mag ik nu lid worden? Dank je wel. Peter, we gaan een pilsje drinken. Het is tijd voor de bar. Lekker. Hoe laat gaat uw trein? Ja, is er leven na de dood? Wat was er voor de Big Bang? Hoe laat gaat uw trein? Dat zijn de grote vragen van het leven, maar niemand geeft je antwoord. Ja. Bericht voor reizigers in de gestrande trein richting Heerlen. Het bovenste treinstel heeft als eindbestemming de centrale werkplaats in Haarlem. Het onderste treinstel gaat door als metro in de richting Gaasperplas. En toe vooral een handbagage als u wordt uitgezaagd. Goed, hè? Goed, hè? Ja, ja. Kijk, er gaat wel eens wat mis, maar de mensen willen gewoon netjes geïnformeerd worden. Ja, nou, laat maar raden. Geur van oude koffie, een herintredende huisvrouw achter de bar. Een oude zwerver. Kortom, stationsrestauratie. Ja, hoor. Nou, dat was wel wat van de week, hè? Met de enorme treinramp bij de Nederlandse spoorwegen. Oh, Spijkerman, het was geen ramp. Het was een ongeluk. De NS, dat is een ramp. Dit was een ongeluk. Nou, niet zo cynisch, meneer Van Rossum. Nee, u heeft groot gelijk, mevrouw. Ik moet daar nodig eens een keer mee ophouden. Dan geeft u me dan maar zo'n lekkere, heerlijke, met liefde bereid saucijzenbroodje uit de ambachtelijke banketbakkerij van de Nederlandse spoorwegen. Ik zei minder cynisch, niet keihard liegen. Nou ja, doe me dan maar een van binnen nog steeds koud, klef, slap saucijzenbroodje. Met een heel dun kartonnen bekertje met kokende koffie wat je na 2 meter laat je hand maar laat vallen.
Ja, je hebt voor mij een wit uitgeslagen Mars en doe er een gevulde koek bij uit de glorietijd van Mies Bouwman. Kom maar. Hey, altijd die grapjes over de NS, bladeren op de rails, vertragingen, oude gevulde koeken, bussen die uitgezet worden. Nou, wacht even. Ik heb laatst een uur stilgestaan in het weiland met de trein omdat iemand een koek op de rails had gelegd. Er worden geen bussen ingezet dan, hoor. Dan kan ik je... Ja, ik hoor het al. Ja. Okay. Carla Peijs, de minister van Verkeer en Waterstaat. Grapjes over de NS is weer in volle gang ingezet, zullen we maar zeggen. Hè? Vooroordelen, ik weet er alles van. Ik werk er de hele dag mee met vooroordelen. Ja, want er zit tenslotte weer een vrouw, hè, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja, dat is lachen. Dus dat is lachen geblazen, precies. Ja hoor, ja, want vrouwen kunnen tenslotte niet auto rijden, kunnen niet inparkeren en hebben geen richtingsgevoel. Er is op het ogenblik geen treinverkeer mogelijk richting Utrecht. Wil de eigenaresse van de donkerblauwe Volvo S80, die met twee wielen op de rails geparkeerd staat, deze direct weghalen? Godverdomme, dat ben ik. Goed. Mevrouw Peijs, daar is de uitgang. Andere kant op. Echt de richting kwijt, hoor. Maar goed, jongens, ik wil naar de grote knuppel. En ik gooi hem even in het hoenderhok. Ja. Ja, dat meisje is vrij, hè, dat Chinese meisje. Gelukkig vrij, maar wat doen we met zedendelinquenten? Dat is toch de vraag. Nou, die zetten we in een heel ruim paviljoen in een schitterende bosrijke omgeving. Ja. Met een zwembad, een bibliotheek, elke dag een goed gesprek en een hobbyclub naar keuze. Nou, u zou minder cynisch doen, meneer Van Rossum. Nee, dit is niet cynisch. Dit is wat we met die mensen doen. En dat noemen we TBS-kliniek. Dat kost €600 per persoon per dag. Ja, maar meneer Van Rossum, het is een gesloten kliniek. Ze kunnen er niet uit. Nee, dat hebben we gezien, ja. Nou, af en toe mogen ze er wel een weekend uit onder het motto van... normaal gesproken ben ik een psychopathische kinderverkrachter, maar nu even niet. Nee. Moet je dat niet zien? Dat is een proefverlof. En dan houden ze die mensen streng in de gaten hoe ze functioneren. Nou, ik zou zeggen, die functioneren uitstekend in het weekend. Ja. Die stoppen eigenlijk pas met functioneren als ze klem worden gereden door 30 politieauto's. Nee, maar laat me luisteren. Dit is nou gewoon een bedrijfsongeval. Die jongen heeft nou al zijn rechten verspeeld. Ja, nee, zo is het. Nee, sorry, ik moet daar ook minder cynisch in zijn natuurlijk. Ik vind dat soort mannen mag gewoon op verlof. Hè? Maar dan wel met een elektronische controle op hun ballen. Minimaal 350 volt. En als ze naar buiten gaan, een groot sandwichbord op met ik ben een zedendelinquent. Ja. En een groot zwaailicht op hun hoofd en een 24 uur luidsprekers. Pas op, ik ben een hele enge man. Hou je kinderen bij me weg. Nou, probeer dan nog maar eens onopvallend een Mercedes te huren. Nou, u kan ook knap cynisch uit de hoek komen, meneer Heerschop. Nee, sorry, ik was even mezelf. Ja, daar was ik al bang voor. Wat mij nou frappeerde, is dat de Nederlandse politie al binnen een uur precies wist wie de dader was. Ja. Maar dat hebben ze niet tegen die Duitse politie verteld. Ja. En dat bevreemdt mij, want in feite heeft de Nederlandse politie al in de jaren 40 heel vruchtbaar samengewerkt met de Duitsers. Nou weet ik het niet meer, hoor, wat cynisch is en wat niet. Nou, dat vind ik heel knap, als je 30 jaar bij de NS werkt. Ja. Meneer Van Vollenhoven, hartelijk welkom. Ja, sorry dat ik weer zo laat ben, maar ik kom mijn auto nergens kwijt. Ja. Waarom komt iedereen toch met zijn auto naar een stationsrestauratie? Nou, per trein zijn de meeste stations heel slecht bereikbaar. Goed. Meneer, ik ben blij dat u er bent. Ik heb een vraag aan u, meneer Van Vollenhoven. Welkom terug, mevrouw weer. Hoe is het mogelijk dat anno 2004 twee treinen op elkaar rijden? Nou, dat is natuurlijk... Nee, dat moeten we aan mij vragen. De heer Van Vollenhoven die komt pas als het kwaad al is geziet. Die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Als de Kalf Verdronken Is. Ja, ja. Nee, ik ben voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid. Ja. We hebben 12 jaar geleden hier al voor gewaarschuwd. En ik heb gezegd, als er nou niet naar me wordt geluisterd, dan treed ik af als voorzitter. Ja. Nou, en toen hebben wij gezegd, guigang. Nou, en die excuses heb ik geaccepteerd en zo hebben we alles bijgelegd. Ik heb helemaal geen excuses gemaakt. Nou, die heb ik tussen de regels wel opgevangen, hoor, Carla. Nee, ook niet tussen de regels. Gaat u toch gewoon weg, zegt, hebben we helemaal niet gezegd. Nee, het is al goed. Het hoeft echt niet. Zand erover. Even goede vrienden. Nee, helemaal niet. Gaat u toch weg, zegt, vervelende klier. Wel, nee, dat is toch helemaal niet nodig. Ik bedoel, ik doe het graag, het werk. Ik blijf gewoon lekker zitten. No hard feelings. En nou is het afgelopen, zegt, vervelende nepprins. Rot erop. Nou, en zo zie je maar, zolang je maar als volwassen mensen erover kunt praten, is er niks aan de hand. Ja. Hier, pak aan! Kijk even, nou zeg! En dan drink je samen daar een lekker biertje op en dan is alles weer goed. Ja, goed. Nou, ik probeer het nog één keer.
Hoe is het mogelijk dat anno 2004 er twee treinen op elkaar rijden? Nou, het is dus heel tragisch. Even wachten voor de vraag gesteld is. Er kan nog een antwoord komen. Oh ja, sorry. Excuses geaccepteerd. Ja, goed. Vertel het dan. Als de treinen minder hard rijden dan 40 kilometer per uur, hè, ja, daar gaat het eigenlijk om, ja, dan werken de automatische remmen niet. Nee. Dus dan moet de machinist zelf stoppen. Nou ja, goed. En dat lukt gewoonweg niet altijd. Ja, maar zelf stoppen voor een rood licht, dat gebeurt toch altijd in een normale verkeerssituatie, dat je stopt voor een rood licht? Ja, dat klopt, maar voor een machinist is dat wel een beetje veel gevraagd. Hè? Oh. Er zijn zeer hoge eisen worden er gesteld aan die machinisten. Ten eerste moeten ze op de rails blijven. Ten tweede moeten ze rechtop blijven zitten. En ten derde moeten ze de ruitenwissers aanzetten als het begint te regenen. Ja, en om dan ook nog eens te vragen op dat rode licht te letten, dat is wel een beetje veel gevraagd, hoor, lijkt me zo van die machinisten. Dus, ja, dus wat nu? Ja, we hebben 4 miljard uitgegeven voor een nieuw systeem. En dat nieuwe systeem is? Chimpansees. U gaat chimpansees op de plaats van de machinist zetten? Nee. Die zitten naast de machinist. Dus hier heb je de chimpansee, hier heb je de machinist. En dan tikken ze even op de schouder als het zijn op rood staat. Ja, ja, altijd die grapjes over de NS, die hoor ik nou al 30 jaar. Joh, trek je er niet van aan, meisje. Ze maken al 35 jaar vreselijke grappen over mijn oren en dat hoor ik niet eens meer. Ja, dat is waar. Ze noemen u Dombo het koninklijke olifantje. Ja, dat soort flauwe grappen, dat gaat er hierin en dat komt er door mijn slurf weer uit. Ja, ja. Ah, leuk. Johan. Ja. Oh, Johan. Ja. Leuk, welkom. Kom erbij. Ja. Johan. Kom maar welkom. Ja. 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 Alle Johans. Ja, ik mis een Johan. Mis een Johan. Een bericht voor Michael Reiziger, opgerond 3B. Door een hele slechte wissel is het traject Nederland-België in principe een gepasseerd station. Johan, het is een beetje vol. Misschien ja, maar kun je in principe wel in een ruit zitten. Gaan we zitten. Johan, links, Johan rechts, die hele jongens in de punt naar achter en de Johan in de punt naar voren. Als je wat wil bestellen, schuif je gewoon in. Mooi. Nou, dan ga ik stoppen. Ja, dat zei die machinist ook, maar dat was in principe net iets te laat. Dit was Kopsmijkers, tot de volgende week. Ja. Dag. Thank you.